Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 9 maart van Weerplaza. Het ziet er voor vandaag goed uit. Alleen in het zuiden is vanochtend wat meer bewolking. Verder schijnt de zon geregeld en is het droog. De temperatuur loopt op naar 3 tot 5 graden en de wind waait matig vanuit het zuidwesten. In de loop van de ochtend en middag raakt het vanuit het zuiden geleidelijk aan bewolkt. In het zuiden gaat het later vanmiddag regenen en de temperatuur loopt op naar 8 graden in het noorden tot 10 of 11 in het zuiden van het land. Het gebied met regen breidt zich vanavond uit naar het midden van het land. In het noordoosten blijft het nog tot middernacht droog. Morgen is het wisselvallig, maar erg zacht met 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Ochtends is het bewolkt en regenachtig. In de middag blijft het veelal droog, maar in de avond volgt opnieuw regen. Zondag is het vaak grijs en van tijd tot tijd nat bij 10 tot 15 graden. In de nieuwe week hebben we nog steeds wisselvallig weer en liggen de temperaturen rond de normale waarde of net iets daarboven. Ik ben Diana Woei van Weerplaza en ik wens u een fijne dag.